Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Dus ook in de juridische wereld en dus ook binnen ondernemingen en het ondernemingsrecht. Dit zie je ook aan de nieuwe wetgeving die ontstaat, omtrent het rapporteren over milieu, bestuurlijke en sociale factoren binnen organisaties. Mijn naam is Cheryl van Doren en ik ben alumna van de Master Ondernemingsrecht bij Tilburg University. Wanneer je werkzaam bent binnen de juridische wereld, neem je standpunten aan en help je bij het aan de orde stellen van complexe zaken binnen het ondernemingsrecht. Ik vind het mooi dat je hier als jurist een grote bijdrage aan kunt leveren. Hoe je deze bijdrage levert, leerde ik tijdens de master. Bijvoorbeeld via de verplichte stage. Deze verplichte stage zorgt ervoor dat je een goed beeld krijgt van de arbeidsmarkt en dat je ziet hoe de theorie in de praktijk toegepast wordt. De betrokkenheid van docenten, vooral tijdens het schrijven van de thesis, maar ook in de colleges, helpt daar enorm bij. In mijn studietijd was het voor mij heel goed mogelijk om de master te combineren met een leuk sociaal leven en een bijbaan. Dat vond ik echt een pluspunt aan het studeren aan Tilburg University. Tijdens de master wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van skills. Bijvoorbeeld door het schrijven van een annotatie, maar ook door het voeren van een jurisprudentiebespreking of een contractonderhandeling. Als je geïnteresseerd bent in het ondernemingsrecht en het leuk vindt om bedrijven te helpen, dan sluit deze master daar perfect op aan. Ik werk nu als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor en ik merk nu al hoe goed die theorie aansluit bij de praktijk. En dat is echt super waardevol.